Nee, brown. 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 Yellow. Zeg dan. Yellow. Red. Red. Purple. Purple. Blue. Blue. Green. Green. Blue. Blue. Green. Green. Black. Black. En die? Orange. Orange, goed zo. Oh, maar jij opknippen. Ja, ik ken dat liedje niet. Zing jij het nog maar een keertje. Ja. Green color, green color, where are you? We are, we are, I will be. Green color. Oh, krijg geen kleurtje. Ja. Nou, zeg dan welke kleur? Black. Black. Orange. Orange. Blue. Goed zo. Pink. Nee. Green. Green. Nog green. Ja. Blauw. Blue. Blue. Red. Red. Yellow. Yellow. En die? Purple. Goed zo. En? Brown. Brown. Ik heb Nigel even opgehaald. Want we gaan fietsen, hè? En zijn mama gaat ook mee. Hallo. Het is een mooi weer voor je, dus. Ik was even wilde kamillen aan het plukken. Daar, dat kwamen we tegen onderweg. Met fietsen. Met deze. Hallo, hallo. Hallo. Oma, wat doe je? Oma Elle, wat doe je? Hey. Oma. Hallo. Oma. O ja, paardje. Daar komt ze. Kijk hem lachen. Wat is dat nou? Een bloemetje voor jou. Oh, mooi. Oh, mooi. Oh, mooi hè. Wat is dat nou? Wat is dat nou? Bloemetje. Bloemetje. Mooi. Ja. Ja. Wat is dat, Nijtje? Schaapjes, nee, lammetjes. Dag, schaapjes. Dag. Hij zucht ervan. Mm-hmm. Hey. Wat is dat? Maar schapje. Doei schapjes. Doei doei. Doei.
ben een potje met datgene wat ik nodig heb aan het uitkoken, zodat het helemaal steriel is. Deze schaal is ook al helemaal steriel. Dit is de olie waar er goudbloem in gezeten heb. Dat heb ik net gezeefd. Dat ligt daar nu. En ik ga een dagcreme voor mezelf maken. En verder gebruik ik erbij bijenwas, jojobaolie, een paar druppeltjes vitamine C en om het te binden mazena. Zo, dan ga ik de bijenwas aubergine verwarmen. Daar doe ik wat bijenwas. Doe ongeveer een anderhalve theelepel, eetlepel bijenwas. En dat laat ik de aubergine verwarmen. Zo, de was is gesmolten. En in deze was zit natuurlijk ook wat honing en propolis. Dus dat is allemaal hele goede bestanddelen. En daar ga ik nu de olie bij doen. En daar doe ik een theelepeltje mazena bij. En dat ga ik helemaal mee opkloppen. Het is helemaal vloeibaar. En nu dat het vloeibaar is, ga ik het in het potje doen. Het is precies een potje vol. En die ga ik nu wegzetten, zodat het kan stollen. Dan laat ik daar het eindresultaat zien. Daar kan je de olie allemaal voor gebruiken. Voor snijwondjes, voor schaafwondjes, voor kloven. Het is antibacterieel, dus het ontsmet heel erg. Als je geïrriteerde huid hebt, bijvoorbeeld babybilletjes. Het is goed voor acne, voor eczeem, steenpuistjes, zweren. Zelf open wondjes, daar kan je de goudbloem voor gebruiken. Als je koorsblaasjes hebt, kan je het gebruiken op gorderoos. Maar je kan natuurlijk de goudbloem ook laten drogen en thee ervan maken. Dus dan kan je ook lekker thee van drinken. Dus inwendig is het ook heel goed. Je kan je mond ermee spoelen. Dus als je een tandvleesontsteking hebt, maak een sterke thee van de goudbloem en spoel je mond daar mee. En dat werkt ook tegen ontstekingen in je mond. Dus ja, de goudbloem is voor heel veel doeleinden weer goed. Vandaar dat ik deze keer het in mijn dagcreme verwerkt heb. Dit is de dagcreme geworden. Ja, dat hebben we ook uitgesproken, dat dat ons verlangen is. Dat u zichtbaar wordt in ons. Niet alleen voor de onze, maar ook voor deze schepping. Ja, omdat de schepping het zo nodig heeft dat de zonen openbaar worden. Omdat mensen het zo nodig hebben, Heer, om zich vast te klampen. Om leiding te ontvangen. Om beschermd te worden en gekoesterd en lief gehad. Dat u voor ons zorgt. Dat u ons pad effent. Dat u ons geeft wat we nodig hebben. Dat we ons om niks zorgen hoeven te maken. Omdat we weten dat u uw handen erin heeft. En dat datgene gebeurt wat gewoon nodig is voor ons. En als het niet goed voor ons is, gebeurt het niet. Maar dat vertrouwen hebben, ja, dat u uw handen erin heeft. Ja, dat zichtbaar gaat worden voor iedereen om ons heen. Dat het zichtbaar mag worden aan ons, ja. Dat wij die getuigen mogen gaan zijn.